Hallo en welkom bij deze vlog. Ik ben Christy. Ik ben Chiara. En wij gaan wat vertellen over de maatschappij van 2030. Jullie zien ons hier al natuurlijk lopen en denken misschien, waar zijn jullie? Maar wij kunnen met volle enthousiasme zeggen dat wij op een bouwval staan! Jullie vragen jullie misschien af waarom wij deze plek hebben uitgekozen. Nou, zoals jullie kunnen zien worden deze houden gebouwd en wij bouwen onze toekomst. Maar wat nou als wij een hele andere kijk op de toekomst hebben? Ja, zoals jullie misschien wel weten worden huizen nu door mensen gebouwd. Maar wat nou als wij denken dat het in 2040 heel anders kan gaan? Maar, wat bedoelen wij nou? Zoals jullie weten zorgt de gemeente bijvoorbeeld voor veiligheid in een wijk, geld in een wijk, schoolgebouwen in een wijk en voor veiligheid bij bijvoorbeeld een evenement. Voor die dingen zijn natuurlijk mensen nodig die dat willen uitvoeren. Zoals bouwvakkers om scholen te bouwen, huizen te bouwen. Maar wat wij dus bedoelen met anders is dat wij niet denken misschien dat mensen in 2040 ons werk gaan leveren. Maar robots. Juist. Het klinkt misschien heel raar, maar technieken worden steeds beter. Mensen worden steeds slimmer, zijn steeds beter opgeleid met betere scholing. En ondertussen zijn er al een paar goede uitvindingen gedaan met robots en machines. Dus als de innovatie toeneemt en het gebruik van robots en machines dus stijgt, dan denken wij dat in 2040 het werk van heel veel bouwvakkers of politiemannen bijvoorbeeld wordt overgenomen door robots. Dus onze conclusie is dus als volgt dat wij denken dat in 2040 robots aan de macht komen. Ja, niet echt aan de macht natuurlijk, maar gewoon met baan. Dat ze wel een deel in ons leven worden. Ja, dat is gewoon een deel in ons leven worden. En dat ja, ze ons het een stuk makkelijker gaan maken. Denk je dit nou ook? Laat dan een leuke comment hier beneden achter. En doe een blauw duimpje omhoog.